Ik had vandaag toevallig sneeuwvrij. Het is vandaag trouwens maandag, 11 december. En ik had sneeuwvrij van school, dus ik zit ook nog in mijn trui en in mijn badjas. En ik ben vanmorgen wel naar de tandarts geweest met mijn vader en mijn broertje. En toen daarna ben ik mijn bed ingedoken, heb ik Gossip Girl gekeken en ben ik er niet meer uitgekomen. Ja, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Er ligt zoveel sneeuw. Ik weet niet of je het ook ziet sneeuwen eigenlijk. Nee, dat zie je niet op camera, maar het sneeuwt echt heel erg. En het is echt heel wit. Op camera is het minder wit dan in het echt. Oh. Maar het is echt dus niet normaal. Maar oké. Okay. Ik vind het wel heel leuk. Het is zo wit buiten. Het is gewoon overbelicht. Ja, zo. Kijk dan hoe gezellig. Ja, ik vind dat echt leuk. En dan mijn kerstboompje. Oh, en trouwens, ik had gisteravond nog van die extra balletjes opgehangen. Als een soort... Ja, ik weet niet als wat. Maar ik vond het wel leuk staan zo. En dat... Ik weet niet, ik hou gewoon echt heel erg van de kerst. Ik vind het gewoon heel erg gezellig. Dus ja. Maar ik hoop wel dat de sneeuw wel iets minder wordt. Want zo kunnen we echt helemaal niks. Ja. Ik ben dus vandaag ook niet naar school geweest omdat we sneeuwvrij hadden. Mijn broertje trouwens ook. Volgens mij heel veel scholen hadden sneeuwvrij. Dus ja. Oké, ik ben uit school. Echt net twee tellen. Ik was met de tram naar school gegaan vanmorgen. Omdat er ligt echt nog super veel sneeuw. En daar kom ik echt niet doorheen met mijn scooter. Dus ik was met de tram gegaan. Ik ben net thuis en ik zie er echt niet uit. Ik heb alleen maar mascara op. Ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan. Maar... ja. We hebben vandaag echt niet veel gedaan. We hebben praktijk gedaan. Toen moest ik eerst, als ik met Keurs zou, moest ik mijn wenkbrauwen epileren. En morgen moet ik haar doen. En ja, er kwam net, toen ik thuis kwam, stond dit pakketje er van Zalando. Want daar heb ik wat dingetjes besteld voor Milan, voor kerst. Dus kan ik nog niet laten zien, want ik weet niet of Milan vlogs kijkt. Of dat hij deze kijkt. En anders weet hij al wat het is. Maar jullie zullen in de volgende video ergens wel, ik denk in de weekvlog over 2 weken, met kerst, zal ik het wel laten zien wat erin zat. Oké, ik ben wel even snel naar de HEMA toe gelopen. Want ik wilde heel graag cadeaupapier halen om die cadeautjes van Miel vast in te pakken. Maar we hadden geen kerstpapier. Dus dat heb ik even gehaald. En dit is goud met wit. En dan heb je sterretjes, rendieren en kerstbomen, rendieren, bla bla. Dus die was 1,50. En zag ik ook dit ding liggen. En die vond ik echt heel erg leuk. Dat is gewoon zo'n... zwart metalen rekje met van die clips. En daar kan je doen van die Polaroids aan hangen. En ik heb geen Polaroid camera, maar bij de HEMA kan je dat dus afdrukken. En dat heb ik dus een keer gedaan. Dus ik heb er best wel veel daarvan. Dus ik ga het even hier aan hangen. En ze hadden zoveel leuke dingen bij de HEMA. Het wordt echt gek. Maar ik heb alleen dit gekocht. En ik kreeg dit nog. Ik weet niet wat het is. Maar het zal wel. Dit is trouwens ons kerstboom dit jaar. Het is helemaal wit gewoon. Of nou, ja, groen met allemaal witte dingetjes erin. Er liggen helaas alleen nog geen cadeautje onder. Oh, en er zitten nog een paar oude rode dingetjes in en zo. Is hier zijn sleutel vergeten? Ik haat het zo, hè? Of nou, hij heeft hem sowieso wel bij zich. Hij is gewoon veel te lui om open te doen. Hier geen sleutel? Nee. En we hebben hier nog, zeg maar, achter op het reservoir hebben we zo'n krans liggen met ook allemaal van die soort van sneeuwvlokjes erin en lampjes. We gaan niet naar huis! Jawel! Nee, ik blijf hier. Dag. Ga je ook met de... Ja, ik heb geen zin om nog een uur. Die man is ook wel met duurtje. Dus ik kan beter eerst aan die vrouw gaan vragen wat er aan de hand is. En dan is het meteen met dat naar huis gaan. Ik moet echt... Ja. Als gewoon met de teen met naar huis gaan. Je moet dat Zou dan die vrouw vragen of die man überhaupt op school is? Ik dacht dat jouw ouder helemaal... Hallo, waarom film je mij zomaar? Ja, maar jij zomaar. Ja, film maar hoe jij haar... Wij zijn matching pinkies.
Kijk, we hebben... Kier, ga weg. Mag ik je arm harder uit? Nee! We hebben geleerd epileren met zo'n elektrische. Of hoe heet het? Automatische. Ja, in ieder geval. Maar hij is echt fucking mooi. Ja. Dit is heel grappig wat ik ga vertellen. Fleur, die dacht dus... Fleur die dacht dat een elektrische... Pincet, inderdaad. Dat een elektrische pincet, dat dat dus niet zo was, maar dat dat echt vanzelf zo ging. Ik dacht, dat hoef je alleen maar vast te houden en op dat haartje te zetten. Dat je zo vast moet doen en dat dat vanzelf zo... Zou fucking hangen, zou ik dat uitvinden? Als ik dat uitvind, word ik wel fucking rijk, denk ik. Hier is het een keer als ik Die de vlog, hè? Ja. Ah. Ik ga even uitleggen waarom ik de hele dag of de afgelopen paar dagen niks heb gevlogd. En ik heb weer even mijn flits aan, want ja, anders kan je het niet zien, want het is heel erg donker in mijn kamer. Maar donderdag heb ik, ja, vanaf donderdag hebben jullie niet echt meer iets boeiends gezien. En dat kwam donderdag, was ik heel de dag thuis. Was ik niet naar school. Dus heb ik eigenlijk alleen maar de hele dag in mijn bed gelegen en Gossip Girl gekeken. Dus er was gewoon niet echt iets interessants om te filmen. Gisteren heb ik heel de dag stage gelopen. Daarna ben ik met Ebel zijn we naar Fappiano geweest. Hebben we daar spaghetti gegeten. Dat was echt super lekker. Oh, ik wil het weer, maar oké. En daarna waren we even bij Ebe thuis. En zijn we naar de verjaardag van Jasper toe geweest. Daar heb ik wel wat stukjes gefilmd. Die heb ik er als het goed is ingedaan. Maar ja, dat was ook gewoon meer voor de grap gefilmd, zeg maar. Niet echt serieus gevlogd. En daarna bleef ik bij Miu slapen. En vanmorgen en eigenlijk de hele dag heb ik gewerkt. Dus ja, ik ben net thuis. Mijn vader is vandaag trouwens jarig. Dus ik heb even bij de Douglas een cadeautje gisteren voor hem gehaald. Die ga ik zo meteen aan hem geven. Die heb ik vandaag op werk even ingepakt. Dus. En ja. En dan gaan we nu even zo meteen eten. En dan ga ik daarna weer naar Miu toe. En dan gaan we lekker films kijken en zo. Daar heb ik echt zin in. Want ik ben echt moe. Ik heb net even gedoucht. Even om weer even een beetje wakker te worden. Want ik was echt moe. Dus. Maar. Ik ga trouwens. Dat ga ik trouwens even vertellen. Ik ga trouwens stoppen. Bij het winkeltje waar ik werk. Ik ga daar stoppen. Ik heb daar sinds september vorig jaar. Dus nu ongeveer anderhalf jaar heb ik daar gewerkt. En ja, het wordt gewoon een beetje veel. En zo zeg maar, met school zit ik elke dag tot heel laat op school. En dan moet ik dan ook nog op zaterdag werken. En dan hou ik eigenlijk alleen maar zondag over. En dat vind ik gewoon niet chill. Dus... Ik ben nu aan het kijken voor kinderzwemles om dat te gaan geven. Want dat kan bijvoorbeeld ook een keertje op een dag dat ik vrij ben. Of op zaterdag. Maar dat zijn dan maar 3 à 2 uurtjes. Dus dan ja, heb je niet heel je zaterdag. Want nu werk ik natuurlijk elke zaterdag van 10 tot 5. En het lijkt niet zo lang, maar het zijn toch 7 uurtjes. En ja. Dus niet volgende week, maar die week daarna. Dus 30 december is daar mijn laatste dag. Dus echt zeg maar in het nieuwe jaar ben ik... Ja, gestopt zeg maar. Dus dat.
work hard so you can shop harder. Dus ik ga hem even openmaken en dan ga ik laten zien wat ik dus heb gewonnen. Beter gaat het